Hoi iedereen! In dit filmpje ga ik extra uitleg geven over hoe je het best kan aftrekken tot 20 als je een tiental en een eenheid min een tiental en een eenheid moet doen. We zullen 14 min 12 als voorbeeld nemen. Eerst doe je het tiental weg en daarna de eenheden. Je krijgt dus 14 min 10 min 2. En dat is 2. We zullen het even zonder materiaal doen. Je gaat dus eerst het tweede getal splitsen in een tiental en de eenheid. Dus in 10 en 2. Je doet eerst 14 min 10. Dat is 4. Daarna ga je nog min 2 doen. 4 min 2 is 2. We zullen nog een voorbeeldje maken. 20 min 14. Ook hier gaan we het tweede getal splitsen. Van het eerste getal blijven we altijd af. We splitsen dit weer in het tiental, 10, en de eenheid 4. We doen eerst dus min het tiental, 20 min 10. Dat is gelijk aan 10. Daarna doen we nog min de eenheid. 10 min 4 is 6.